zomer ga ik op zoek naar het allermooiste feestje. En mocht je je afvragen waarom zijn er stembanden overreden door een bus? Ik heb gisteren zelf een feestje gehad. Maar dat houdt me vandaag niet tegen om toch nog even los te gaan. Want ik ben uitgenodigd door Mandy en Wiek. Hoi Emma! Binnenkort vindt er weer een nieuwe editie van Weer September in plaats. Bij ons kan iedereen zich thuis voelen. Want wij staan voor inclusiviteit, je veilig voelen en acceptatie. Je moet sowieso langskomen, want dit wordt sowieso het allermooiste feestje. Ja, zij organiseren dus een semi-illegale rave en die vindt plaats in een oude car wash. En zoals altijd ga ik op zoek naar de verplichte versnapering, de gangmaker en het absolute hoogtepunt. Wat is dit voor een feestje dan? Een rave. Een rave? Ja, een rave. Ja. Kan je mij vertellen wat een rave is? Techno shit. Zeg maar, je kent toch wel technoclubs? Maar dan zonder licentie. Dat is illegaal. Ja, eigenlijk wel. Ik heb gehoord dat hier het allermooiste feestje is. Ja, dan moet je naar binnen gaan en het uitvinden. We zijn hier ook op een soort buitenterrein in Utrecht. Achter de NS. Hi. Hi. Gaan jullie ook naar een feestje in een oude car wash? Inglis. Wat is een beetje de scene hier binnen? Ik ben hier nog nooit binnen geweest. Echt niet? Nee, ik ben in de ochtend ben ik door Adam gevraagd. Hey, wil je gatekeeper zijn? En wat doe je als gatekeeper dan? Ja, je moet zeg maar wel de huisregels die we uitleggen natuurlijk. Vertel mij eens even, wat zijn de huisregels? De huisregels is, nou ja, je hebt consent is consent, nee is nee. Verder kom ik ook niet zo ver. De enige huisregel is consent, nee is nee? Nee. Hier een hele lijst. Oh, er zijn meer regels. Oké, okay, Adam komt hier even komt helpen. Kijk, we hebben hier een hele lijst, gemaakt door Mandy. Fantastische organisator. Zo hey! Dat is Mandy, ja. Oh my god! Hij met de camera. Hij kent de regels nog niet helemaal. Nee, het gaat niet helemaal goed. Ik heb jou gebriefd, niet goed en het duurde hem. Lang ook. Consent is sexy. Consent is sexy. Onthoud het. How someone dresses or dances is not an invitation. How someone dresses or dances is not an invitation. Respect people's boundaries. Respect people's boundaries. No means no. No means no. Die had ik ook. Nog één keer, nu jij. Nee, maar dat gaat echt te snel. Die tweede zin was echt heel lang, dus die heb ik even niet onthouden. No means no. Ja, die wel. Ja. Ja. Kom op, ik kom zo meteen terug, dan moet je het kennen. Ik kom weer terug. Ik kom zo meteen terug. Ik ken het helemaal. Ik zweer het je. Op nul. Jij wil jouw rug laten scheren. Ja. Waarom? Leuk idee. Het gaat erg goed, zoals je ziet is Emma erg geconcentreerd met de rug van Dennis scheren. Ik ben nog niet eens binnen. En er wordt nu al een rug geschoren. We zijn in de car wash. Wiek is helemaal aan het draaien. Kijk, daar gaan. Ik heb de car wash bereikt. Ik sta inmiddels achter de DJ-booth. En dus is het tijd voor de verplichte versnapering. Ja, Wiek en ik hebben allebei een beetje liefde voor wijn. Maar dat moet natuurlijk wel een beetje uit een fatsoenlijk glas. De verplichte versnapering. Sparkling rosé. Van de Albi. Maar wel in een mooi glas. Cheers. Aankijken, hè? Oh. Gaat helemaal mis. Ja. Zit ik nu in het allermooiste feestje? Jij zit op dit moment in het allermooiste feestje. Maar ben je het eens met het feit dat dit het allermooiste feestje is? Ik ben hier met mijn vriendengroep. En mijn vriendengroep vind ik al de allermooiste mensen. Dus dan is het denk ik ook al het allermooiste feestje. There's a much coziness, there's a much of cutiness. Like, it's all one here, you know? Come here to the party. Ja, en een goede vriendin organiseert het van ons. Ja. Daarom zijn we hier. We moeten ook supporten. Ja. Ik vind het gewoon vet. Dan loop ik naar voren, wil ik naar het podium lopen, naar de stage lopen. En dan komt er opeens gewoon een wasmachine ding tegen mijn hoofd. Jij gaat hierna nog met deze tondeuze je baard scheren? Nee, daar ga ik mijn hoofd. Ik heb gewoon een scheermes. Bij me. Heb ik klaar? Nee, tuurlijk niet. Weet je hoeveel haar jij hebt? Heb jij iets op trouwens? Jouw pupillen staan echt zo aan. Misschien wel. Er wordt best wel gesnoven, denk ik. Ja. Maar, te reef, hè? Zo gaat dat. Ja, of ik dat zelf doe, dat niet, misschien. En hoe moet je erin komen dan? Nog even wat extra nemen. Nog wat extra nemen? Nog wat extra nemen. Nog wat extra nemen. Je kan ook nuchter heel erg leuke feestje hebben, maar weet je wat er dan gebeurt? Dan heb je
Ja, van die VVD-parties, weet je wel. VVD-parties? Ja, waar iedereen gewoon één biertje drinkt en dan zegt van... Oh, hey, kijk, hoe gaan we vanavond het land verkankeren? Ja. Hi, ik ben hier bij het allermooiste feestje. Het is super gezellig. Een goed feestje is natuurlijk niet compleet zonder de gangmaker. En dus ga ik die nu zoeken. Wie is de gangmaker op dit feest? Wat de fuck is een gangmaker? Speed. Speed. Maar drugs is de gangmaker hier. Zeker, ja. Maar je hebt ook gangmakers zoals ik. Ja, gewoon nee. Gangmakers die wel echt... Gangmakers van vlees en bloed. Leven voor het feestje. Dan kan jij dat wel zeggen. Maar dan moet de rest het er ook mee eens zijn. Nou, de gangmaker bewijst zichzelf door in de paal te klimmen. Op de paal te klimmen en daarop te dansen, ja, vind ik wel. Ik kom daarop, ik kom daarop. Let's go. Wat ben je? De gangmaker! Een zelfbenoemde gangmaker komt niet vaak voor, maar mocht je er eentje tegen het lijf lopen, ja, dan kan je niet anders, hè, dan op de paal klimmen. Nee, dat meen je niet. Kijk maar, ik weet niet of je mensen ziet. Ja, hebben jullie lekker geplast? Dat is heel fijn. Het is heel mooi met de bomen en de trein op de achtergrond. Dus dan ga je gewoon hier, heb je allemaal takken. Ik hou ze even aan de kant voor je. Ik heb zelf geen penis, dus ik ga gewoon hier een soort van zo. Dus je kunt ook hier je bier neerzetten, wat ik de hele tijd doe. En dat vind ik gewoon een hele prettige manier om te plassen eigenlijk. We zijn op een rave, maar het hoogtepunt van dit feestje is de rave in de rave. Het hoogtepunt van de avond. Aan het begin van de avond wist jij niet wat de regels waren van dit feest. Je hebt gelijk. Maar nu gaat het echt te snel. Inmiddels is het 1 uur geweest. Ja. Dus, het is tijd voor je examen. Ja. Oké, hier gaan we. Ja. Consent is sexy. Dat is 1. Respect everyone. Dat is 2. 3. Zin. Ik ga eerst naar 4. No means no. 4. The way someone dresses or dances is not an invitation. Jij bent geslaagd voor je examen. Dankjewel. Geef hem een applaus. Woe, Jelle, Jolenta. Geslaagd. Dankjewel.